halve finales de Spanjaard Carlos Moya uit in 4 sets. In de andere halve finale neemt Pete Sampras het op tegen titelverdediger Patrick Rafter. Wielrennen dan. De Italianen hebben de 78e editie van de klassieker Parijs-Brussel volkomen gedomineerd. Ze bezetten 9 van de eerste 10 plaatsen. Stefano Zanini won. 1 Zanini, 2 Celestino, 3 Bartoli. 3 Italianen op het podium, 9 in de top 10. Alleen de Fransman Magnin heeft zich in de Italiaanse debatten kunnen mengen. Magnin is 4e. Italië boven, de 3e opeenvolgende keer al in Anderlecht. Niks nieuws dus, hoewel, zelden zijn de Belgen in deze vluchtkoers zo weggereden. Van de favorieten Plankaert en Steels geen spoor. Geen Belg die op dit ogenblik ook maar aan de enkels reikt van Michele Bartoli. Na de Alsenberg slaat hij de bres. Celestino, Zanini en Magnin volgen, maar Bartoli dicteert de wet. Topfavoriet voor het WK, nu al, maar Bartoli moet die conditie nog 2 weken vasthouden. Ma io spero di migliorare ancora un po'. Quindi il tutto fa ben sperare. De grootste tegenstander op het WK in Valkenburg zou wel eens zijn landgenoot Andrea Taffi kunnen zijn. Machtsmens Taffi imponeert, maar legt zich neer bij de ploegtucht. Hij wordt dik tevreden 8e. Voldaan, want een van zijn Mapei-ploegmaats wint. Stefano Zanini, een blok graniet van 29 jaar. Hij verdient die zege, zijn 2e van het seizoen. In de pelotonspurten van de Tour was hij de gedroomde piloot van Tom Steels. Ook Zanini is tijdig klaar voor het WK. Abbastanza. Ho avuto un po' di problemi dopo il tour, un po' ammalato un paio di volte. Sembra di recuperare bene adesso, stare meglio e speriamo di andare a Valkenburg. 4 Mapei-Brikobi-renners in de top 10. Ook dat maakt indruk. En wat als volgend seizoen ook nog Bartoli de blauw-witte garde versterkt? Sarei felice di questo perché è una grande squadra. Vediamo un po' di trovare l'accordo giusto e poi vedremo. Johan Museeuw, ook een ploegmaat van deze Zanini, reed zoals gepland 150 kilometer mee in het peloton. Ook in de ronde van Spanje.